schatje. Leuk? Ja. Hoe zullen we hem noemen? Nou, Jumbo heten ze meestal, hè? Nee, nee, als het een jongen is, dan noem ik hem Ed. Als jij dan weg bent, kan ik altijd zeggen, dag Ed. Dat is een goed idee. Dan koop ik er nog één en die noemt Jenny. Dag Jenny. Dag Ed. Weet je dat ik die beest in werkelijkheid heb zien rondlopen? 3 dagen geleden in Burma. Je hebt verschrikkelijk veel gezien, hè? Mm. Ben ik niet reuze saai? Ik hou van je. Maar ik vind de reizen toch wel heerlijk, zie je? Trouwens, het hele vak vind ik ontzettend boeiend. Belangrijke mensen ontmoeten. Prachtige dingen zien. En nou vooral door de ziekte van papa. Na alle verantwoordelijkheid op mij neerkomt, heb ik echt het gevoel dat ik iets beteken, weet je. Zullen we gaan dansen? Wat zou een dag met me zijn, lieve? Ik heb geluk gevonden op die avond in de regen. Op het plein, want na die paar seconden wil ik altijd bij je zijn. Volgende week weer weg. Oh, helaas, ik heb mijn man in Cairo gelaten. Ik ben een vervelende olieman. Ach, jee. Blijf je maar een paar dagen. Beetje rondneus en jeugdherinneringen. Oh, volgende week zit ik weer tussen mijn peons. Zielig, hè? Ik heb enorm met u te doen. Ik heb geluk gevonden op die avond in de regen op het plein. Want vind je die mevrouw erg aardig? Psst, niks zeggen. Dansen. Ja. Wil ik altijd weer. Thank you.